Hubert Bruls blijft nog eens 6 jaar burgemeester van Nijmegen. Agenten die op wegrijdende auto's schoten handelden correct. En Plein 44 krijgt weer invulling tijdens de Vierdaagse feesten. De gemeenteraad van Nijmegen besloot woensdagavond nog eens 6 jaar verder te willen met Hubert Bruls als burgemeester. Ze adviseren de vertrekkende minister van Binnenlandse Zaken om de CDA aan de koning voor te dragen voor een herbenoeming. Bruls noemt de mogelijke derde termijn als burgemeester van Nijmegen de eer van zijn leven. Bruls, inmiddels 57 jaar, is sinds 2012 burgemeester van Nijmegen. Zijn huidige termijn eindigt in mei 2024, maar hij liet al in september weten dat hij graag aanblijft. De vertrouwenscommissie, die de herbenoeming van Bruls heeft beoordeeld, is vol lof over Bruls. De 4 agenten die op 19 juni in de wijk Malvert in Nijmegen schoten op een wegrijdende auto, hebben hun dienstwapen correct gebruikt. Het Openbaar Ministerie stelde na onderzoek vast dat de agenten volgens de regels handelden. De inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. De politie rukte in de nacht van 18 op 19 juni massaal uit naar een melding van benzinelucht uit een garagebox in de wijk Malvert in Nijmegen. Toen ze aanwijzingen gaven om de deur te openen, reed een auto plotseling achteruit door de garagedeur, waardoor agenten aan de kant moesten springen. Om te proberen de auto te laten stoppen, vuurden 4 agenten in totaal 18 schoten af. Bij het incident raakte een omstander gewond aan zijn oor. De zwarte Volkswagen Golf reed door en werd later teruggevonden. 5 inwoners uit Nijmegen en Wijchen moeten ongeveer 300.000 euro winst aan de overheid terugbetalen. Ze werden eerder schuldig bevonden voor hun betrokkenheid bij het runnen van een bezorgdienst van drugs in Nijmegen. De 5 behoren tot een groep van 7 personen die in maart schuldig werd verklaard vanwege betrokkenheid bij drugshandel. Terwijl 2 van hen een taakstraf ontvingen, kregen de overige 5 gevangenisstraffen die varieerden van 3 tot 7 jaar. Onlangs stonden ze opnieuw voor de rechter omdat de aanklager hun illegale inkomsten wilde terugvragen. De politie schatte de opbrengst van de activiteiten van de bende op meer dan 1 miljoen euro. Desondanks ging de aanklager uit van een korter tijdsbestek voor deze inkomsten, waardoor het geschatte bedrag lager uitviel. Om 7:30 vanmorgen stonden de vrijwilligers van de ANWB en Veilig Verkeer Nederland bij het Maas-Waal-college in Wijchen. Ik merk dat over het algemeen de verlichting van de kinderen in orde is. We hebben weinig kinderen gezien die slechte verlichting hadden. Er zijn er al zo'n 500 gepasseerd inmiddels. En de meeste kinderen hebben gewoon goede verlichting, gelukkig. Nou ja, dat ging wel goed. Ik heb gewoon alles in orde. Kinderen die goede verlichting hebben, krijgen een sleutelhanger. En we hebben een potloodje van Veilig Verkeer. Ik vind het wel echt nodig, hoor. Ik zie vaak genoeg fietsen die nog gewoon geen voor- of achterlamp hebben. Of hoe remmen die al werken, vind ik echt keigevaarlijk al dit zelf. En goed verlicht op pad geldt natuurlijk voor alle weggebruikers. SSHN en Radboud Universiteit realiseren samen 149 tijdelijke studentenwoningen op de campus. Door tijdelijke woningen te plaatsen aan het Toen Noorveld in Nijmegen willen de Radboud Universiteit en SSHN samen iets doen aan de grote kamernood onder studenten. De ambitie is om de woningen in mei 2024 op te leveren. Op 14 december jongstleden verleende de provincie Gelderland de bouwvergunning voor de realisatie van de 149 studentenwoningen. De geplande zelfstandige wooneenheden hebben een oppervlakte van ongeveer 22 vierkante meter en zijn uitgerust met eigen kook- en sanitaire voorzieningen en een balkon. Met energielabel A zijn ze comfortabel en duurzaam. Bij de woningen komen gezamenlijke voorzieningen zoals een was- en ontmoetingsruimte, een fietsenstalling, postvakken en een groene buitenruimte. De studentenwoningen blijven 15 jaar staan op het toernooiveld tot en met 2038. Daarna volgt de demontage en zijn de woningen op een andere locatie opnieuw te gebruiken. Woensdagochtend was er een officieel moment voor de viering van de bouwstart van het nieuwe Metterzwanen.
Nu de omgevingsvergunning onherroepelijk is verklaard, kan de bouw van het iconische gebouw in het stationsgebied van Nijmegen starten. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden in volle gang en wordt er in februari aanstaande gestart met de bouw van de parkeerkelder. Het nieuwe Met de Zwanen wordt een getrapt complex van 23 verdiepingen met 276 appartementen, onderverdeeld in sociale huur, middenhuur en vrije sector koopappartementen. Ook is er ruimte voor horeca, kantoren, een stadssupermarkt en een tweelaagse ondergrondse parkeerkelder. Na afwezigheid van podia en evenementen op Plein 44 tijdens de afgelopen editie van de Vierdaagse Feesten, keert in 2024 de Dromai weer terug als organisator. Eerder dit jaar maakte de Dromai bekend wegens hoge kosten te stoppen met het organiseren van Plein 44. Dit najaar werd vanuit Vierdaagse Feesten een oproep geplaatst met daarin de vraag naar een organisator die Plein 44 tijdens de Vierdaagse Feesten van 2024 nieuw leven zou inblazen. Na zorgvuldige beoordeling van deze aanmeldingen is opnieuw gekozen voor de Dromai. Het vernieuwde Plein 44 op de Vierdaagse Feesten gaat in tegenstelling tot voorgaande jaren twee podia plaatsen. Een hoofdpodium en een zogenaamde side stage. Er wordt gekozen voor een themagerichte aanpak met veel ruimte voor tribute bands en live entertainment. En tot slot kijken we weer even naar de tussenstand van de actie Serious Request van radiozender 3FM. Het glazen huis op de Grote Markt wordt inmiddels al 4 dagen bewoond om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Woensdagavond werd de meest recente tussenstand bekendgemaakt en dat was een bedrag van €1.832.470. Nog tot zondagavond zijn er acties, inzamelingen en optredens op de Grote Markt. Zondagavond om 8 uur mogen de DJ's het glazen huis verlaten en wordt het definitief opgehaalde bedrag bekendgemaakt. Het was ineens een behoorlijk onstuimige dag vandaag. Er viel veel regen en daarbij kregen we ook met storm Pia te maken, die in onze regio zorgde voor windstoten tussen de 75 en 90 km per uur. Voor wie er nogal somber van wordt, is er goed nieuws. Het was vandaag 21 december, dus hebben we de kortste dag van deze winter inmiddels gehad. En ook de wind zal langzaamaan iets afnemen. Morgen blijft het nog winderig, maar niet meer zo heftig als vandaag. Wel houdt de regen nog even aan, eerst buiig, maar later op de dag trekt er ook een regengebied over het land. In de dagen richting kerst blijft het regenachtig en ook de kerstdagen zelf zullen vrij nat verlopen. Alleen de temperatuur is hierin wat positiever, die gaat omhoog naar zo'n 13 graden op kerstavond en eerste kerstdag. Tot zover het RN7 regio nieuws van donderdag 21 december. Morgen zijn we nog eenmaal bij je terug en daarna is het RN7 regio nieuws er even tussenuit voor de feestdagen. In de tussentijd blijf je uiteraard gewoon op de hoogte van het belangrijkste nieuws via onze website rn7.nl. Het RN7 regio nieuws is vervolgens vanaf maandag 8 januari weer dagelijks bij je terug. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.